Volkiesbaan is vir die volkie ryers en ander skole beskikbaar. Dit help vir die veiligheid van die manne op die baan. En, wel, ek glo, hierso is genoeg tegnies om dit tegnies te bevorder. Ek het van die begin af gehelp met baanbou. Dit was ons laas jaar, februari maand. Toen daar begon ons al die baanbou. Eers het ons met die pushcutters deurgegaan. Daai dag het ek nog kort broek aan gehad, ek sal dit nooit vergeet nie. Moet nooit met 'n pushcutter werk as jy 'n kort broek aan het, veral as wat dubbeltjies is. En ons het fisies met die grawe die gras uitgespit en die baan gebou. En dit het baie lank gevat so. En dan verder met die baan het ons ook die pushcutters gebruik en almal het saam gehelp en daar het 'n trekker gekom en baie van die baan geskraap. Jy val veel harder. Dit is al wat jy leer. In die begin moet jy opgee nie, dit is al daar. Die baan is lekker maklik. Ek motiveer laerskole en ander hoërskole om saam te kom oefen. Dis nou nie so moeilik nie. En ja, ons kan saam geniet. Ik denk die beste deel als een meisje is om te zeggen zet maar net je bouw achter je seat, ga weer, wees rustig en dan zal je het ook kan doen. Mijn naam is Rohan Bloem en die lekkerste deel van die baan is die drops en al. Ik ben Malerbe, ik ren al 3 jaar fiets. Ik denk die moeilijkste deel van die baan is die stijl klimmen. Mijn naam is Arne Verster. Ik like het. Dit is mijn nice om in een groep te oefenen, want het is zo'n vibe wat altijd al is. Het is zo'n racing vibe en ik like het. Volkies, fietsrij voor!